Ik ben genomineerd voor meest gedraaide single in de cafés. Je hebt natuurlijk allemaal tegenwoordig een online muzieksysteem waarvan ze muziek afdraaien. Ja, dat kan gewoon allemaal netjes bijgehouden worden wie het meest gedraaid is. En daar ben je heel veel gedraaid dus, hè? Heel veel gedraaid, als je, ik zit bij de eerste drie. Dus ja, dan, en wie zijn de andere twee kanshebbers? Jeff Gees en Drea Junior. Nou, dus dat is één nominatie. En de andere nominatie is? Van Sterren.nl. Ja. De Sterren.nl Award. Ja, dit is nieuw dit jaar, heb ik begrepen. Mooi, hè? Ja, ik vind het supermooi. Je zou zomaar naar huis kunnen gaan met twee prijzen dus. Ja, wie weet. Ja. Ja, Freddy? Nou, dat zou toch mooi zijn. Ja, nou, ik zeg wel eerlijk, al win je geen prijs. Weet je, het is dat je genomineerd bent, dat zegt al iets. Net zoals wat ik zei met de laatste drie met Jeffy en Dreetje. Ja, weet je, wat er dan ook gebeurt. Het is gewoon super om die aandacht te krijgen, om hier te zijn vandaag sowieso. Want je carrière gaat de laatste jaren als een raket omhoog. Ja, het is echt, vanaf bloed, zweet en tranen is het nog heftiger geworden. Ja. En plotseling een samenwerking met Lange Frans, wat gewoon een goud duo is. Ja, maar hoe komt die combinatie tot stand? Waar is dat vandaan gekomen? Was ik jouw heb idee? Gezongen bij Toppers in Concert in de pauze 2012. Ja. En ik zat in dezelfde kleedkamer als Frans. En die zei van, hij zegt, hoe kom jij hier nou? Ik zei, nou, ik heb een talent die achter gewonnen. Ik zeg, dan mag ik hier optreden. Hij zegt, dat is niet normaal. Zeg, ik word gevraagd, Lange Frans. Ik mag 4 minuten het podium op. Ja. Hij zegt, jij bent een talentenjacht en je mag een medley doen van 17 minuten. Ja. En daar ging ik zo gelachen. Hij zit daar nou trouwens nog mee, dat hij dat toen gebeurd is. Ja. Maar we hebben telefoonnummers uitgewisseld en vrienden gebleven. Totdat ik een rap nodig had op een liedje. Nou ja, dat was blijven mij. Inmiddels bijna 4 miljoen keer bekeken. Hey, Aston Blaf, dames en heren. Nederlandstalige muziek of het niet leeft.